Yo mis, Jaraski hier en welkom bij natuurlijk weer een nieuwe live complete hier samen met Sandy D&D. Hello man. Op natuurlijk Call of Duty Infinite Warfare. Vandaag spelen wij een Domination 6 tegen 6 potje op de map Santino. Ik ken op de map Santino. Ik ken de map niet uit, man. Wacht. Op de map Santino. Wacht, zei je? Breakout. Wat? Breakout. Wat? Ja, op de map Breakout. Ik speel zelf met de NV4 Fall natuurlijk. Gebruik de Counter UAV. Want Santino heeft de UAV. Ja. De Trinity Rocket en de Warden. En Santino die gebruikt een ander wapen. Met ik gebruik de OSA. De OSA? Ja. Wat dat ding is echt heel sterk. Oh, die klassieke ding. Dat ding echt jammer. Nog een granaat. Pak die vlag. Weet je wat dit is? Oh, achter ons! Oh, achter je. Hij zit in ons span, in dat kamertje. Ik zit op de trappie. Wacht maar, probeer hem wel te pakken. Ik heb hem. Maar jongens, als je het dan leuk vindt, ram natuurlijk zo'n kaart op like nog. Als wij in totaal, de 100.000 likes kunnen halen, als ik het super vet vinden. Nee, dat was een grapje. Als wij in totaal de 200.000 likes kunnen halen, zou ik het super vet vinden. Ja, dat was serieus, hè? 200.000 serieus. Ja, dat was serieus. Wat dacht jij dan? Dankjewel voor de killsteal. Oh, er zitten er drie man. Twee gaan er in het huisje daar. Ja, dan was ik zelf op het trappetje, want ik sta in hun span. Doei. Nee jongens, even zonder grap. Als wij de 2000 likes kunnen halen, zou ik het super vet vinden. Dat was serieus. Oké, nee. Als wij de 2 likes kunnen halen, jongens. Nee, grapje. Ik zat in een concentratische klootsfeer en dan gaat dat gebeuren. Maar deze enemies spelen niet zo snel, man. Ze hebben een beetje traag staat, zeg maar. Maar, ja, maar ze spelen niet zo snel, want er zijn al 35 punten voorbij. Oh, echt? Oh my god, hij zit aan de camper! Hij schoot zijn hele ammo mis! Zou ik jou eens wat grappig vertellen over de OSA? Want ik zou denken van, Santino, waarom gebruik ik de OSA in god? Ja, de OSA is dat klassieke wapen van Advanced Warfare met een loop control. Het werkt als een assault rifle en een submachine gun. Hij is zo sterk. Kan hij hipfiren? Ja. Dit ding is zo accurate, jongen, en er zit een red. Oh my god, ik hoorde hem, jongen. Er zit zeg maar fire rate op, die zo snel en nog is hij zo accurate. Ja, ik zie in de competitive scene, zie ik dat wapen ook wel. Zo, ze komen net in onze rug. Zie ik dat wapen ook nog wel gebruikt worden, dus dan weet je eigenlijk ook wel dat hij wel sterk is. Ja, maar dat ding gaat nog genervd worden, hè, in de competitive. Ja, maar ja, de game. Het lijkt alsof de game nog niet helemaal uit is, zeg maar. Is dat nog niet? Er zit nog geen fucking leaderboards in! Want er zitten nog geen leaderboards in en wapens moeten nog wel. Oh, hij zit in ontspan. Wapens moeten nog redelijk hard getuned worden, dus. Ja, ik zou nu nog maar even genieten van je NV4 hoor. Ja, dat ben ik ook aan het doen, want nu is hij nog sterk namelijk. Ja. Straks is hij echt niet meer te spelen. Oh, kut, er zit er een rechts daar. Jammer, maar dit is wel de allereerste map die we ooit in deze game hebben gespeeld, hè? Dat moet je niet vergeten. Dat is waar. Alleen ik haal mijn scores er niet, daar maak ik een beetje van. Ik ook niet. Zullen we B? Ja, kom. Ik heb toch mijn rect farmer. Oh yo, ik was bijna dood, jongen. Ik check heel veel onze rug, want ik vertrouw het niet namelijk. Ja, sure. Er komen er 1 naar 2 in onze rug. Friendly drone support is active. Hier, ik heb mijn UAV gehaald, yes. Super goed. Had je de achter lekker? Ja, ik heb hem. Ik had mijn reactive armor maar aangezet, want ik vertrouw die vent ook niet. Ja, ik doe hem ook altijd aan op zulke momenten. Er zit er iemand te campen, weet je? Dat weet je ook niet. Holy fuck. Nou, dat is dus keihard een nadeel van geen silencer op dit spel, jongen. Mensen zo snel. Ik heb wel mijn drone package. Zo, jongen. Can I have my drone package, baby? Een counter UAV, let's go! Jongen, ik ben serieus bang, oprecht. Ik durf er gewoon niet op af. Gewoon op af, jongen! Denk gewoon, ik heb gewoon vuurkracht, jongen. Ja, ik heb ook vuurkracht, maar ja. Die enemies die hebben campkracht. Gewoon aftuig, vuurkracht, jongen, vuur sturen. Oh. Oké, lekker, ja, ik heb ze. Het scheelde niet veel hoor, want die ene, ik dacht dat die ene al dood was, maar dat was hij nog helemaal niet. Zullen we die vlag pakken? Ja, pak hem. Dan kunt ze loopt er nog een, er loopt er een. Wacht, ik pak hem via deze kant. Komt ie! Ja. Oh, serieus? Ja, sorry, ik weet nog niet dat hij terug gaat komen, dat is toch raar? Ik dacht dat ik ze gecount had, zodat ze me niet konden zien, maar. Oh, er zit er daar nog een! Shit! Waar? Ja, nog bij C zit, of bij A zit er een. Ik zag hem. Kom dan. Waarom komt hij dan niet? Hij loopt gewoon ook echt weg, hè? Oh.
Ah, shit, jongen. Dit is een raar potje, man. 22 kills, jij 23. Alleen, ze durven niet echt naar die B. Ja, ze komen wel naar die B voor, alleen dan blijven ze even zitten. Hij is vet, jongen. Ik zat hier achter het glas. Kijk, ik kom daar in de rug. Hij zat achter het glas, weet je wel. Dan kan je niet doorheen schieten. Dat is kut, jongen. Je ziet opeens je hoofd. Koek, koek. Ja, maar je ziet er altijd mensen achter staan, dan zien ze gewoon je aankijken van, ik kan me toch niet raken, hè? Ja, ik vind het wel goed dat ze dat glas komen. Ja, klopt, maar sowieso is het wel grappig dat er ook glas... Oh, iemand valt van de mappen. Sowieso is het ook wel grappig dat er gewoon glas zit, want dan kan je gewoon kijken naar elkaar. Ja, true. Alright. Nou, daar gaan we weer. Oké, ja, ze hebben specialisten. Hoor je het? Ik hoor het. En ik heb echt de beste kan in de klaar. Hij zit gewoon achter ons. Ja, er zit er één in onze span. Dankjewel. Ja, we zijn dood. Wow, Rick Farmer! Wauw. Wat? Hij hoorde me! Kutzo! Jij hoorde me! Shit! We moeten echt een keer iets gaan doen aan mijn knop, jongen. Echt maar een klein stukje tik of haar gaan verspringen. Wat? Ah, kut. Ik gooi mijn Trinity Rocket op het gebouw. Fuck. G. Thanks, man. Ik ben er trots op. Ah, dat dacht ik wel. Ik ga even een hoekje campen. Dat mag. Op B. Kom alleen niet. Als je ziet campen, is het zoveel rustiger. Zo jongen, echt, ze weten gewoon waar je loopt, hè. Maar ik kom niemand tegen. Zijn ze er nog wel allemaal, of? Ja, maar ze spelen niet zo snel meer. We hebben ze een beetje bang gemaakt. Oh. Kut, sorry. Kut, ik hoor hier iemand, maar ik weet niet waar die... Ah, motherfucker! Twee, jongen, twee! Nee, ik had nog wel één kill. Zo rustig nu. Ja, ze zijn een beetje bang, maar we staan op kaart voor, hè, dus... Ze weten gewoon dat ze gaan verliezen, hè, dus... Want, poesjes, jongen. Oh, hier is het eigenlijk, hè. Kut voor mij, dank je. Ik ben naar C aan het lopen. Ja, man. Hoor, ik load één keer. Ah, kutjes. Zit er één op C, ze gaan nu aanpakken, want de spal zijn geflipt. Oh, nevermind, ik spal voor iemand. Top. Yo, waarom niet? Ik heb hem. Oh my god, daar zit uit de campus, Tino. Even serieus, waar de flipping hell zijn ze? Oh my god, daar kan je niet doorheen schieten? What? Door wat niet. Dus hij zat achter een geel muurtje en daar kon ik niet doorheen schieten, jongen. Wauw, dat is wel echt bullshit. Ja, oh, ik zag hem zitten. God. Kappen. Ik heb hem al. Yo, ik had ook nog een farm al aangezet. Ah, kut, in mijn rug, shit. Denk maar, je kan ons flinken, vriend. Ik dacht, die teammates schiet wel raak, maar die schoot niet raak. Dat gaat niet door, hè, dat feestje. Nou, teammates moet je niet vertrouwen, man, dit spel. Nee, maar ja, dat doe ik soms wel, weet je. Ik dacht, deze keer kan ik je wel vertrouwen, nop. Deze keer, ja, en dan de volgende keer denk je dat ook, en de volgende keer denk je dat ook. Eigenlijk wel, maar je moet het gewoon nooit doen. Nee, precies. Het is heel simpel. Ik hoor alleen naast me lopen, maar ik weet niet waar. Zit Tino daar voor me? Ik heb hem. Naast jou. Trappen, ja, ik lekker. Mee. Nog één. Nog twee. Alle twee geraakt. Ik heb er één. Oh, er zaten er drie. Oh, ja, kut. Ik had er twee geraakt. Dan is drie net één te veel, hè? Kijk, goed tellen. Goed, hè? Ja, goed. Dat heb ik op school geleerd. Echt? Ja. Losing Charlie. Ik ga A-cappen. Oh, camp zie je toch wel. The enemy has Charlie. At our current base, we will prepare for neutral and support is active. Pak gewoon een eentje aan hier, hoor. Kan allemaal. Wat een concentratie, joh. Ja, vind je het heel logisch dat ze zo spelen? Ik ben ze nu wel hard aan het afknallen, hoor. Oh, ja, lekker, die camper heb je goed zo. Ja, er zat er nog één achter, hè. Je had een dubbel. Oh, shit. Dat is een grenade launch kill. Lekker, ik heb nog Kuizu in 4-12 push afgelopen. Kijk, zo doe je dat. Nice, lekker dan. Ja, ik haal hem op tijd, hè. We halen die dingen op tijd. Oh my god. Oh. Als hij iemand zat, jongen, dan was hij hard dood gegaan ook. Nou, er kwam wel even laat iemand. Wat fuck doen jullie hier? Moet je deze campers zien als ik de killcam heb? Kijk, check dit. Sta gewoon hun eigen spannen te kijken, jongen.
Dat vind ik ook zo'n bullshit. Hey, kijk, dan? Hier. Ik loop hier gewoon chill, weet je wel. Ik dacht, oh, die loopt langs me. Nou ja, oké. Okay. En die staat daar gewoon. Er stond wel een teammate daar, maar waarom sta je daar nog? Weet je, gaat er dan op af? Rennen, rennen, rennen. We moeten die kills oppakken. Dan zit er actie in en dan gaan we lekker knallen. Rennen, rennen, rennen. Oké. Okay. Ja, was wel lekker. Het was wel lekker, of niet? Rennen, ja. Rennen, rennen. Je moet die kills pakken. Oké, okay, nee. Maakt niet uit. Ik dacht, je had het over potje. Oh nee, ik bedoel, oh nee. Potje op zich, 43-5 is geen slecht score. Dat is lekker. Wat ik? Ik heb een nieuwe emblem. Ja. Jij stond, 37-18. 37-18. Nee. 37-18. Nee jongens, mocht jullie hebben genoten van deze video, ram natuurlijk zoals je kaart op lijden of je niet te abonneren op mijn kanaal voor meer Call of Duty's op het Tino's kanaal. En dan zeg ik thanks for watching. En tot de volgende keer. Bye bye. Later.